eerste Nederlandse vlog. En vandaag ga ik het hebben over avocado's. Deze dingen. Nou, ik ga je vandaag meenemen in het recept van guacamole. En daarna laat ik je ook nog wat anders zien. Heel spannend. Het is niet om te eten, maar wel heel gezond. Want wist je dat je van de gezonde vetten van avocado's zijn heel erg voedend voor je huid. Ze geven ook heel veel vitamines af. Nou, welke ingrediënten heb je nodig voor guacamole? 1 avocado. Kijk. Kijk, dit is een tomaat. Die heb je ook nodig. Een lime. Weet je dat zusje van een citroen? Knoflook, kijk. Wat vind je van mijn kleur eigenlijk? Een kwart of een derde ui. En chilipeper. Mijn zoutpotje. Daar gaan we dan. Oké. Nou, de makkelijke manier om een avocado te snijden is gewoon door de helft rondom. Hoeft het niet, want je gaat tegen de pit aan natuurlijk. Kijk. En dan kan je hem, ik laat het even zien, een kwartslagje draaien. Oh, kijk eens hoe mooi. Voor zometeen, dat andere wat ik ga doen, haal ik dus even een derde, een kwartje ervan af. Die zet we even apart, dat is voor één knoflookje. Tomaat. Dus dit, kijk. Zo. Weer erbij. Dan gewoon door de helft snijden. Kijk. Dan zie je, maak je hem open. Feestje. Zo. En dat lemmetje. Dat zorgt er dus voor dat, dat hij ook niet bruin wordt, die avocado. Hij moet geproefd worden. Nou, dan kan je even chips met de taco chips zien. Nog even. Zo. Maakt het ook langer houdbaar. Wat een fantastisch recept. Kijk eens, hoe mooi. Kun je het zien? Woehoe, wat mooi hè? En het smaakt ook hartstikke lekker. Dus, laat me weten wat je van dit recept vond. En misschien heb je nog wel leuke tips voor mij. Als je een ander leuk receptje zoekt. Of je denkt van nou, dat weet ik niet hoe ik dat moet maken. Dan kan je het altijd vragen. Aan mij kan ik voor je uitzoeken hoe je het op een makkelijke manier kan maken. Oh ja, vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal voor wekelijkse nieuwe gezonde recepten. Ook niet slim, ik was natuurlijk vergeten om te laten zien wat ik met dat andere stukje ging doen. Dus dit stukje, een kwartje heb je nodig. En of honing, ik gebruik agave siroop, want ja, dat stroopt wat beter.
elkaar is genoeg. Een beetje erin. Niet te veel. Het is ook lekker beter in je gezicht kwam. Bril. Dan is het dus de bedoeling om het niet op tafel op te eten. Lelijker kan je er niet van worden. Wat is dit dan? Kijk of het toch blijft zitten hoor. Oké, ik dacht natuurlijk als ik toch even aan het wachten ben, kan ik net zo goed ook guacamole van mijn gezicht eten. Pop dan! Kom, ik heb hem net afgehaald. Nou, dat is best lekker. En het kost je niks, want je hebt die avocado natuurlijk toch al gekocht voor die guacamole. En vergeet inderdaad niet je haar vast te binden, had ik ook wel kunnen zeggen. Dus, vertel me wat je ervan vindt. En vergeet niet te vertellen wat voor recepten jij zou willen weten hoe je het makkelijk kan maken. Dus op naar de volgende vlog. En vergeet niet te abonneren. En laat vooral zien met het filmpje of het je gelukt is om ook zelf een guacamole te maken. Doei!